We staan hier bij het museum van de Imperial Kilns in Jingdezhen. En inmiddels zijn dus alle mooie stukken van de tentoonstelling Verboden Porselein terug hier in het museum. En we staan hier al bij een aantal objecten die u misschien herkent als jongere porselein. En dan is het ontzettend leuk om te ontdekken dat hier in Jingdezhen de Chinezen ontzettend trots zijn op het uitlenen van porselein aan Delft voor die tentoonstelling Verboden Porselein. Want het is een prachtig informatiebord gemaakt met daarop allerlei foto's van de opening met koningin Maxima. En daar kijken zij en wij natuurlijk ook blij op terug.